ja, een soort magnetisch veld onder de handen en prikkeltjes aan de vingers, zeg maar, een soort 7-up gevoel. Het is niet gek in deze tijd met het coronavirus, het 5G-netwerk. Energie vliegt in enorme mate om ons heen. Maar het eerste graanveld, nee, de eerste graancirkel van 2020 is ontdekt. En wij zijn hier bij het zwaarst beveiligde pand van Hoeve. En ja, met meneer Van der Broek. Ja. Broeken. Ja, goedemiddag. Hoe moeten we u titelen hieronder? Nou, dus een titel. Ik denk gewoon medium. Medium extra large misschien. Medium, extra large. Ja. U bent een soort acupunctuurnaald de wereld. Ja, ja, eigenlijk wat graancirkels betreft wel, ja. Als ik dus zeg maar zou verhuizen naar Groningen, dan zouden de graancirkels daar komen. Maar nu woon ik in Hoeve, ja, en komen ze hier zo via mijn kanaal eigenlijk. Via ja, mensen die er weinig van weten of niet hoog opgeleid zijn, ja, die denken meestal van, weet je wat, mensen lopen erheen, stampen, die gaan er zelf kapot. Ja, ja, ja. Ik snap het, ja. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje de simpele verklaring ervoor. Maar dat is toch simpel, Tom? In het geval wat hier gebeurt, is het absoluut niet het geval. Kan je het uitleggen? Wat ja, dat is? Nou ja, ik ontdek ze al sinds 1995. Dan krijg ik een heel onrustig gevoel. Een heel onrustig voorgevoel dat ik naar de polder moet. Dat is een onweerstaanbare drang. En dan zie ik ook een bepaald veld voor me in mijn hoofd, een bepaald graanveld. En dan kom ik daar aan en 9 van de 10 keer liggen de cirkels er dan. En ik heb ze ook een paar keer zien ontstaan door lichtbollen. Laten we ons even bij jou gaan voorbereiden. Misschien een amethyst mee, wat kristal. Ja, laten we even dat is goed naar binnen gaan. Ja, als we binnen kunnen komen, überhaupt. Ja, zal ik jou de microfoon geven? Ik wil jouw jas wel even pakken. Dat is ja, en we gaan daar niet zonder amethyst of andere rustgevende gedenksteen heen. Ik hoop dat hij jou past. Ik ben denk ik ietsje steviger als jou. Ik ben wel dikker. Nou ja, maar dat is in principe niet erg. Dat is niet zo erg, hè? Nou, hij staat je goed, hoor. Dat ik zal goed even een amethyst pakken of zo. Even. Maar dit is een steen die ik in 2009 tijdens een UFO-ervaring heb gekregen. Ik heb een, klinkt misschien heel raar voor sommige mensen, maar ik kan niets meer doen dan de waarheid vertellen. Nee. Ik heb nou dit, ja, meer dan dat kan je gewoon niet doen. Ja, je kan wel een liegvraag gaan ophangen, maar dat heeft helemaal geen zin. Nee, het is want dan zouden we toch altijd achterkomen. Ja, gelukkig wel. En het is ook niet goed voor je karma om dat te doen, want de waarheid is de waarheid. En ik heb dit gekregen ooit tijdens een UFO-ervaring. Ik heb ooit een landing meegemaakt en ik ben toen in een soort halftrans naar binnen gegaan. Die binnenkant van dat lichtobject of die UFO was net een honingraad. Echt al die hele rare zeshoekjes zag ik, dat herinner ik me. En dat een wezen me dit overhandigde. En ja, dat is heel bizar. Dit koester ik heel, heel erg. Dit is dus een steen die gewoon uit de ruimte komt. Laten we die maar meenemen. Ja, is goed. Deze steen komt uit de ruimte? Die komt echt uit de ruimte. Zelfs onderzocht door een astrogeoloog. Je hebt geologen van de aarde. Dus door een astrogeoloog via BLT Research in Amerika onderzocht. En die zei ook, het komt uit de ruimte. Ja, maar dat zie je ook. Ja. Ja, hier ligt hij. Dit is hem. Met kleintjes eromheen. Hier ligt er eentje voor, zeg maar. En wat is een graancirkel nou precies? Nou, een graancirkel is eigenlijk een energieinjectie vanuit een bepaalde energiebol uit een andere dimensie die een bepaalde injectie geeft in de aarde en dan blijft er zo'n plek achter. Oeh. Oh. Wauw, ik voel de energie nou, de warmte uit de grond. En de tinteling aan mijn vingers. De magnetische stroompjes. Ja. Wauw. Kan je even uitleggen wat je voelt? Ik voel nou magnetische stroompjes door mijn handen heen. En de warmte uit de grond komen ook echt magnetische stroompjes. Net alsof je een soort magnetische een soort magnetisch veld onder de handen en prikkeltjes aan de vingers, zeg maar, een soort 7-up gevoel. Prikkelt, zeg maar. Een 7-up gevoel? Ja, komt zeg maar prikkeltjes omhoog. Het is eigenlijk een soort, wat ik nou voel, is een soort prikkels door mijn handen. Eigenlijk een beetje een soort 7-up gevoel. En stijgt het ook op? En het stijgt ook op via de benen, omhoog. En word je er misselijk van?
En je kunt er misselijk van worden. Dat kan ja, aan de buik en soms duizelig. Maar dat zakt meestal vrij snel weer. En dan kan het ook naar je hoofd stijgen, hoofdpijn. Ja, dat kan.